Welkom terug allemaal. We gaan starten met het tweede deel van de SG Gistech. Ja, welkom terug allemaal. En we dachten, laten we wat zware, spannende muziek om deze beelden zetten. Om uw aandacht weer naar het podium te trekken. Maar wees gerust, geen nieuwe Netflix-serie of een misdaad-serie. Maar wat u wel zag, zal ik u vertellen. Net als in het eerste deel mag ik ook voor dit deel uw gids zijn door dit programma. En in dit deel wil ik u op reis nemen. En een reis die bestaat uit twee delen. Enerzijds door de ontwikkelingen van het Argis-platform. Ik wil u meenemen in de road ahead. En anderzijds een reis door het land. Langs bij een aantal van u. Omdat ik het nog vele malen interessanter vind om te horen en te ontdekken wat een aantal van u dan met die laatste technologische mogelijkheden allemaal doet. Dus, ik ben begin van dit jaar, in januari en februari, door het land gegaan. Met een cameraman, Itzart. En samen zijn we langs gegaan bij een aantal van u. Met maar één doel. En dat was luisteren. Luisteren naar de verhalen die u te vertellen heeft. De projecten waar u naar werkt. En die, met de beelden die we er hebben geschoten, ook weer vandaag mee terug te nemen hier naar de Gistech om met u te kunnen delen. Nou, voordat ik u meeneem in de verhalen van de eerste van u, wil ik u eerst bijpraten over de roadmap van ArcGIS. We hanteren nu al sinds een tijd twee update cycles. Enerzijds zijn er de incrementele software updates, waarbij we twee keer per jaar een wat grotere release van het ArcGIS-platform uitrollen. En 10.6 is aan het begin van het jaar beschikbaar gekomen. En de eerstvolgende update is rond de zomer, dat is 10.6.1. En dat gaat dan ook weer gepaard met een update van ArcGIS Pro, versie 2.2. De eerstvolgende update hierna zal dan, na de zomer, zal dan in begin 2019 zijn de volgende grote release. Nou, parallel daaraan hebben we ook het continue proces van onderdelen van het platform actualiseren. En dat zijn die onderdelen die een wat ander ritme vergen. Dat zijn bijvoorbeeld ArcGIS Online en de ArcGIS Apps. En ArcGIS Online releasen we bijvoorbeeld dus vier keer per jaar. Nou, nu staan er op de roadmap tal van onderwerpen. Waaronder bijvoorbeeld meer ondersteuning en integratie van allerlei machine learning methodes. Een nauwere integratie tussen de werelden van BIM en GIS door een intensievere samenwerking tussen Esri en Autodesk. Maar ook de ontwikkelingen op het gebied van 3D gaan door. En bijvoorbeeld de mogelijkheden om informatie onderling met elkaar te kunnen uitwisselen. Nou, wat we gaan doen in dit uur is, we gaan een aantal van deze thema's verder uitdiepen. En dat steeds combineren ook met de verhalen van een van u. En het eerste onderwerp waar we naar gaan kijken betreft virtual reality en augmented reality. En de vraag is, als u hiermee aan de slag wilt, wat zijn dan de mogelijkheden binnen ArcGIS? Nou, ik heb hier grofweg de drie paden die er te bewandelen zijn op een rij gezet. Enerzijds is er de integratie of de uitwisseling van uw geodata met game engines die dan veel gebruikt worden voor het bouwen van virtual reality toepassingen. Dat zijn Unity en Unreal. Een ander patroon is de mogelijkheid van ArcGIS 360 VR. Daarmee kunt u eigenlijk een standaard oplossing gebruiken binnen ArcGIS om een 3D-omgeving te maken die te exporteren naar een bestandsformaat dat u op ArcGIS Online kunt zetten, wat u vervolgens met een bril kunt openen en erin kunt kijken. Dat is een Samsung Gear bril dan. En tot slot is er het derde patroon van de Runtime SDK, wanneer u het ontwikkelpatroon van Esri wilt gebruiken om helemaal zelf met de technologie een virtual reality toepassing te bouwen. Nou, wat we gaan doen is we gaan die uitdiepen. En om dat te doen wil ik u voor het eerst meenemen in die reis door het land. Want één van u is al heel ver als het gaat om ervaring opdoen met dit soort toepassingen. En mijn eerste reis is gegaan naar Alliander in Arnhem. Ik had daar een afspraak. En Alliander heeft al een tijd lang virtual reality toepassingen gemaakt. En ze doen dat voor het trainen van monteurs. Nou, nu heb ik een afspraak gemaakt met Bart Wentink. En Bart is ontwikkelaar in dat R&D-team daar. En u ziet hier op de foto, dit is het kantoor in Arnhem. Het is een mooi kantoor, maar van binnen nog vele malen mooier. Maar toen ik die afspraak maakte met Bart, toen vertelde hij mij dat ik niet daar naartoe moest komen, maar een paar honderd meter verder moest zijn, in een gebouw wat ik niet zou zijn herkennen als Alliander. Een klein gebouw, maar ik moest daar toch echt zijn. En dus ben ik op pad gegaan. Ik ben op pad gegaan naar Stationsplein 14, u ziet me hier lopen, voor die afspraak die ik daar had met Bart. Ik bel hier aan bij het R&D-team en dit is Bart. Nou, Bart die gaf me een rondleiding door het gebouw en toen werd me ook meteen duidelijk waarom het eigenlijk wel prima is dat zij juist op deze locatie zitten en niet in dat hoofdkantoor. Want als je de hele dag met virtual reality toepassingen bezig kunt zijn, dan programmeer je natuurlijk letterlijk het kantoor naar je eigen smaak. Bart die helpt me hier de bril op te zetten. Op dat moment zag ik nog eventjes niets, want de omgeving was nog niet geladen, dus Bart begeleidt me netjes even naar het midden van de ruimte. En toen mocht ik de omgeving gaan ontdekken.
Nou, wat u hier ziet is de omgeving van boven. En dit is gebaseerd op echte GIS-data. En Alleander maakt deze toepassingen om onveilige situaties op een veilige manier te kunnen trainen. Nou, we kunnen rondkijken en we kunnen vanuit deze omgeving detailweergaves laden. Dat ziet u hier gebeuren. En ook dit is weer gebaseerd op echte GIS-data. Nou, nu sta ik nog een afstandje van de kast. Ik laat een middenspanningsruimte hier. Dus ik teleporteer mezelf even dichter bij die kast. En vervolgens kan ik een interactie mee hebben. Nou, dat zult u net zien. Staat die camera op me snuffert, krijg ik dus die kast niet open. Maar nou, uiteindelijk gelukkig lukt het hem dan wel. Nou, Alleander gebruikt dit om een aantal specifieke scenario's te doorlopen. Om de volgordelijkheid van handelingen te trainen voor monteurs. Nou, de handelingen die u mij ziet verrichten is totaal niet representatief voor hoe een monteur te werk zou gaan. Maar het geeft even een idee van wat er mogelijk is. Wat ik wel heb geleerd is dat de onderdelen die ik dan onbeschoft op de grond gooi, dat zijn stofkappen. Nou, ik vond het interessant om dit te mogen ervaren, te ontdekken. En ik merkte dat het ook erg intuïtief werkte. En ik heb daarna, nadat ik dit mocht ervaren, een gesprek gehad met Bart. En Bart die heeft mij meegenomen in het proces, hoe hij tot zo'n omgeving komt. Welke applicaties gebruikt hij daarvoor, welke processen doorloopt hij daarbij. En daar hebben we wat fragmenten van geschoten en die zou ik u graag willen laten zien. Misschien dat de oplettende kijker het al ziet, maar dit is de omgeving van Bruchem, een plaatsje bij Zaltbommel. Deze hebben we gegenereerd vanuit ArcGIS. Als basis hebben we de datasets genomen zoals de Top 10NL... om over de werkelijke geometrie te beschikken. Met behulp van de City Engine scripts hebben we vervolgens deze data omgezet naar een 3D-model van het gebied. Zo heeft Bruchem enkele glastuinbouwbedrijven om het dorp heen. En gezien de impact die deze kunnen hebben op het stroomnet is het belangrijk om deze op de juiste locatie te hebben staan. Zelf geven we vervolgens in het gebied ook nog weer waar onze middenspanningsruimtes staan en waar onze kabels lopen. Dat geheel exporteren we dan vervolgens als een FBX-bestand en importeren we in de Unreal Editor. In de editor combineren we vervolgens de 3D-weergave van Bruchem ook nog met een detailmodel van de middenspanningsruimtes en geven we aan hoe de middenspanningsruimtes eruit moeten zien. Vervolgens leggen we met code vast hoe de VR-toepassing werkt en of het dag of nacht moet zijn. En dit geheel kunnen we dan gebruiken om een monteur door het gebied heen te laten lopen. Ja, nu ziet het, dan komt die play-optie en dan kunnen we het ervaren op zo'n bril. Dit is het patroon van de integratie van geodata of de uitwisseling daarvan met die game engines. En Alleander heeft dus gebruik gemaakt van City Engine, waarmee ze de basis hebben gemodelleerd. En vanuit daar het gebruikt hebben in Unreal, in hun geval, waar ze verder de simulatie en de interactie in hebben geprogrammeerd. Nou, dat is één van die paden. We willen het tweede pad aan u ook laten zien. En daarvoor staat Marleen al klaar. Dus we gaan u laten zien hoe ArcGIS 360 VR werkt. Marleen? Dankjewel, Joris. Ik ga jullie inderdaad laten zien hoe je met ArcGIS software een virtual reality omgeving kan maken. Op het scherm hier achter mij zien jullie ArcGIS Pro geopend. Ik heb hierin een 3D-omgeving gemaakt. We bevinden ons aan de Oude Maas met aan de linkerzijde de gemeente Zijndrecht en aan de rechterzijde de gemeente Dordrecht. Ik heb deze omgeving gemaakt met behulp van databronnen die S3 Content beschikbaar stelt. Zo heb ik voor de panden gebruik gemaakt van de Bach 3D. Hier heb ik vervolgens een bepaalde regel op toegepast, zodat de huizen er iets realistischer uitzien. Voor objecten zoals lantaarnpalen of bomen heb ik de BGT gebruikt. Uit de symbolenbibliotheek heb ik vervolgens een realistisch of gepast 3D-symbool gekozen. En zo heb ik vrij snel een realistische omgeving gemaakt. Ik heb ook een BIM-model ingeladen. Dit is het EGM architectenkantoor dat ook aan de Oude Maas ligt. Het is een zeer gedetailleerd model. Bestaat uit bouwkundige informatie, maar is ook van binnen volledig gemeubileerd. Wij hebben van hen dit model gekregen om tijdens deze presentatie te tonen. Je ziet, het is volledig gemeubileerd met tafels, stoelen, bureaulampen en je kunt ook zelfs naar buiten kijken. Nou, om van zo'n scene in ArcGIS Pro naar een virtual reality omgeving te gaan, heb ik City Engine gebruikt. Vanuit daar kun je namelijk een export maken naar de ArcGIS 360 VR omgeving. En die kun je vanuit de VR-bril benaderen. Dan is nu het moment aangebroken om deze omgeving in het echt te bekijken. En daarvoor wil ik mijn collega Niels vragen het podium op te komen. Nou, we bevinden ons hier in het overzicht van de content. Dus we gaan nu naar de scene die ik heb gemaakt.
Ik heb een aantal bookmarks gecreëerd. En aan de hand van die bookmarks kunnen we ons door de omgeving verplaatsen. Dus laten we even een kijkje dichterbij nemen, Niels. Ja, we zien hier het kantoor en daarnaast de grote spoorbrug. Maar laten we nog eens een stapje dichterbij nemen. Het is zo te zien een prachtige dag, lekker zonnetje aan de hemel. Maar laten we eens kijken wat er binnen in het gebouw zich bevindt. Ja, dit is de receptie. Het is vrij leeg, niemand te bekennen. Maar we kunnen wel naar buiten kijken, er ligt een bootje aan het water. En ik heb in City Engine naast de bookmarks ook verschillende scenario's gecreëerd. Zojuist zagen we een scenario waarin alle objecten waren getoond. En dit is een scenario waarin slechts de bouwconstructie getoond wordt. En als we nu het gebouw vanaf de bovenkant bekijken, dan is het leuk om het scenario van de luchtbehandeling te bekijken. En dan zie je alle details. Zo heb ik jullie laten zien hoe je dus met ArcGIS software en ook je eigen GIS-data een virtual reality omgeving kan maken. Ik wil Niels van harte bedanken voor de assistentie en jullie bedanken voor het luisteren. Dank jullie wel, Marleen en Niels. Nu hebben we ook het tweede patroon laten zien. En nu wil ik ook nog een kleine impressie geven van de mogelijkheden van de Runtime SDK. En u ziet, ik heb hier een iPad bij me. En we gaan daar eventjes naar kijken. Wat we hebben gedaan is, we hebben hier een applicatie gemaakt met de Runtime SDK voor iOS. En ik zal die applicatie even opstarten. En wat we hier zien, is een 3D stadsmodel wat we hebben geladen van Rotterdam. En u ziet het, hè, navigeren in zo'n omgeving werkt iets anders dan achter de PC met een muis. Als ik de omgeving van boven wil bekijken, dan kan ik het device wat hoger houden. Of ik kan even ongemakkelijk op mijn knieën gaan. En iedereen, overal ter wereld, zou die omgeving kunnen gaan raadplegen. En u ziet Ernst inmiddels ook in beeld. En kijk, in het beeld verschijnt Ernst ook als een wit poppetje. En ook Ernst is deze omgeving aan het raadplegen. Dus wat ik kan doen, is ik kan een GIS-functie aanzetten. Een zichtbaarheidsanalyse. En hiermee zien we bij mij in het scherm, geprojecteerd, eigenlijk dat wat Ernst zichtbaar heeft. Ernst, als je een klein beetje in achter loopt, kunnen we eens even misschien samen bij het WTC kijken? Nou, dit even puur ter illustratie van de mogelijkheden van het ontwikkelpatroon. Ernst, dankjewel. Als onderdeel van de roadmap op het gebied van virtual reality en augmented reality werken we aan de doorontwikkeling van deze paden. Dit houdt in dat voor de integratie met Unity en Unreal we werken aan nieuwe templates om het proces meer te stroomlijnen. Voor ArcGIS 360 VR werken we aan een webversie, zodat het op elk device geladen kan worden. En ook in combinatie met simpelweg een cardboard gebruikt kan worden om het op een bril te tonen. En voor de Runtime SDK, ja, die ontwikkelen we door, die ontwikkelomgeving, met de nieuwste mogelijkheden in het platform. Zodat ook daar al die elementen in gebruikt kunnen worden. Hiermee ronden we het eerste onderwerp vanuit de roadmap af, betreft virtual reality. Wil ik u meenemen in het volgende onderwerp. En het volgende onderwerp gaat over open data. Ik zie een toenemend aantal van u een deel van uw data delen als open data. En u ziet hier een kaart van de gemeente Arnhem met erop de locaties van parkeerautomaten. En Arnhem heeft de primeur, want ze delen niet alleen de locatie van parkeerautomaten, maar ook alle transactieinformatie van die parkeerautomaten. En de plek waar ze dat doen, is deze website. Dit is de open data website van de gemeente Arnhem. En wat ze hebben gedaan, is ze hebben naast deze website ook een koppeling gemaakt vanuit hier naar data.overheid.nl, zodat diezelfde gegevens ook vanuit het overheidsmetadataportaal te vinden is. Nu zijn er meer organisaties die hiermee aan de slag zijn gegaan. Hier ziet u een voorbeeld van waterschap Hollandse Delta. Wat mij nou zo aanspreekt in het voorbeeld van zowel Arnhem als van dit waterschap, is dat er niet alleen de data wordt gedeeld, maar er wordt data, maar ook reeds geconfigureerde informatieproducten worden er gedeeld. En ik denk dat dat een belangrijke stap is, omdat op die manier ook diegenen die wat minder bekend zijn met de data, toch op die plek kunnen ontdekken wat er te vinden is. Ze kunnen reeds de data in context zien. En dat is denk ik een belangrijke stap. Nu werd ik 2 weken geleden door Guido van der Kolk, adviseur bij dit waterschap, op de hoogte gebracht van een nieuwe pagina die ze live hadden gezet als onderdeel van hun open data website. En dit is die pagina.
over de inventarisatie van beschroeiingen. En wat ze hebben gedaan, ze hebben iets ingericht, dat noemen zij een data room. Nou, en wat houdt dat in? Ik vind dat dit wel een voorbeeld is van waar ik zie dat we met elkaar naartoe aan het toch een beetje transformeren zijn als het gaat om open data delen. Want het gaat hier niet over data delen, SEC open data delen. Nee, het gaat hier over open data met een heel specifiek doel, in een concrete context. En die context is het inventariseren van die beschroeiingen. Het waterschap, Guido legde mij dat uit, heeft ruim 1300 kilometer watergangen. En die moeten ze de komende 2 jaar inspecteren op aanwezigheid van beschroeingen. Nou, een aannemer heeft daar opdrachten voor gekregen en die heeft, om dat te kunnen doen, ondersteunende data nodig. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hadden op hun open data website al de nodige open data staan. Ze hebben dat gebundeld met wat aanvullende extra datasets die nodig zijn voor die aannemer. En dat in die data room geplaatst, waar die aannemer er direct bij kan, mee aan de slag kan, zelf webservices kan gebruiken in zijn apps en zo kan gaan bijdragen eraan. Nou, ik zie dit als toch wel een nieuwe beweging die we met elkaar aan het nemen zijn. En ook vanuit de technologie proberen we die door te ontwikkelen om u te faciliteren in dit patroon van data delen in context. En dat hebben we gedaan met een nieuw product. Dat product is nu ongeveer 8 weken beschikbaar en dat is ArcGIS Hub. En één van u is als eerste met dit product aan de slag gegaan. En daarom ben ik onderweg gegaan naar gemeente Zwolle. Bij de gemeente Zwolle had ik een afspraak gemaakt met Marcel. Marcel heeft als het goed is ook de meeste van u welkom geheten vanochtend met een hand. Marcel is ook voorzitter van de ArcGIS gebruikersgroep. En Marcel die heeft mij uitgelegd tijdens dat gesprek over de drijfveer om met de hub aan de slag te gaan en hoe ze dat aanpakken. En we hebben er wat fragmenten van. Ik zou u één kort fragment willen laten zien over hoe zij met de hub aan de slag zijn gegaan. Met het programma Smart Zwolle willen we deze stad nog fijner maken dan die nu al is. En met slimme technologie en data kunnen we inzicht geven in de opgave van onze stad. En als je meer inzicht krijgt, dan begrijp je ook beter wat je moet doen. En dan kun je betere beslissingen nemen. Met het ArcGIS-platform hebben we daar al een hele mooie basis voor in huis. En wat we nu gedaan hebben is, we hebben daar een bouwsteen bovenop gezet. En dat is de hub. En de hub die moet het samenwerken met de stad gaan faciliteren. We willen samenwerken met partners, we willen samenwerken met de inwoners. En die willen dat op een plek doen. En de hub gaat voor ons datagedreven samenwerken faciliteren. Ja, u hoort Marcel in de video zeggen, met de hub kunnen wij datagedreven samenwerken faciliteren. Wat hij ook aangaf is dat ze een basis in huis hadden, ArcGIS, en daar een hub bovenop hebben gezet. Nou, wat houdt dat in? Ik zal het u proberen te visualiseren. De gemeente heeft allerlei afdelingen waar data wordt verzameld. En die data die bundelen ze in het portaal van de gemeente. En dat is de plek waar medewerkers kunnen inloggen om bij alle relevante geo-informatie te kunnen en de apps die ermee zijn geconfigureerd. Als aanvulling op die omgeving heeft de gemeente een omgeving voor de samenwerking met externen. Met inwoners van de stad en met partners. Dat is de open data website. En recent hebben ze die website omgetoverd tot wat zij noemen de Smart Zwolle Hub. En vanuit die hub ondersteunen ze lokale initiatieven door niet alleen data te delen, maar data en technologie daar te delen. Zodat iedereen technologie in handen krijgt om te gaan bijdragen in de projecten die ze daarvoor waarin ze het beschikbaar maken. En een van de eerste projecten waar ze aan werken is het project Senshagen. En dat gaat helemaal over de stad meer klimaatbewust maken. Nou, een van de zaken die de ArcGIS Hub dan toevoegt, is de mogelijkheid om echt te kunnen gaan bijdragen aan zo'n project. Het is mogelijk als geïnteresseerde om bij zo'n project in te loggen met social media gegevens en daarmee een volwaardig ArcGIS account achter de schermen te krijgen om zelf data te kunnen gaan delen in dat project. Om zelf informatieproducten te kunnen gaan samenstellen als onderdeel van het project. Dus ook anderen dan de medewerkers van de gemeente, de inwoners en de partners van de stad. Om uiteindelijk daarmee tweewegverkeer mogelijk te gaan maken. Dat er echt de stap wordt gezet van open data delen naar gezamenlijk datagedreven werken aan de opgaves. En ik wil u terugnemen naar het gesprek dat ik met Marcel had. Marcel legde mij uit wat het project Senshagen inhoudt. En het heet overigens Senshagen. Het speelt zich af in de wijk Stadshagen, maar ze doen in dit project ook heel veel met sensoren. Nou, daarom Senshagen. En precies de week dat ik daar was, de dag dat ik daar was, werden de sensoren geleverd en werd ook de eerste opgehangen. En Marcel die nodigde mij uit om met hem mee te gaan naar de wijk, waarop het betrekking heeft, zodat ik daar van hem uitleg kon krijgen over wat het precies inhoudt. Nou, nu fietst Marcel elke dag naar kantoor, kwam ik achter. Dan doet hij dat bijna ook elke dag op een bakfiets. Daar samen ingaan en onderweg naar die wijk leek me toch iets te veel van het goede. Dus ik heb een collega van hem bereid gevonden om zijn fiets uit te lenen. En samen zijn we op pad gegaan.
We zijn op pad gegaan en u ziet ons hier fietsen, Marcel op de bakfiets. Het was een erg koude dag, moet ik bekennen. En Stadshagen, ja, dat is een nieuwe wijk, veel nieuwbouw. Er wonen veel gezinnen met jonge kinderen. En ondanks dat er veel groen aanwezig is, wordt er ook veel wateroverlast ervaren. En in de wijk gaf Marcel mij uitleg. In deze wijk wordt relatief veel wateroverlast ervaren. En nu is dat natuurlijk niet zo. Nu is het droog en vooral heel erg koud. Maar als het hier regent, dan staat het op diverse plaatsen blank. Nou, dit is dus een natte voetenkaart. En je ziet dat je dingen kunt invullen. Bijvoorbeeld wat er aan de hand is, dat die tuin is ondergelopen, wanneer dat was. Nou, je ziet dat je hier ook een foto kunt toevoegen. Dat we ook zien wat het dan precies is. Nou, tot slot is het wel belangrijk om aan te geven waar het dan is. Dat kun je hier doen, locatie. Nou, en dan verzend je hem en dan wordt hij toegevoegd aan een natte voetenkaart. We zijn het project Stadshagen gestart. En daarmee willen we het lokale klimaat inzichtelijk maken. En de inwoner nog klimaatbewuster maken. Daartoe werken we samen met KNMI en RIVM. En zijn we een sensornetwerk aan het aanleggen. En dat sensornetwerk geeft ons meer inzicht in het lokale klimaat. We zijn dus data aan het verzamelen. En met die data maken we informatieproducten en kunnen we bijvoorbeeld inzicht krijgen in waar hittestress is in de wijk. Maar misschien nog wel belangrijker is dat je door de hub kunt samenwerken in de slimme stad. Daarom maken we de ruwe data ook beschikbaar via de ArcGIS Hub. Op die manier kunnen burgers, bedrijven, kennisinstellingen samenwerken. Dat is de meerwaarde. Ja, ik vond het een duidelijk verhaal wat Marcel me toen in de wijk gaf. En hij vertelde me ook hoe ze met ArcGIS Hub een ondersteunende hubsite hebben ingericht als onderdeel van dit project. En ik zal u even meenemen in wat er op die hubsite te vinden is. Wat ze hier doen is ze bundelen alle relevante geo-informatie van de gemeente. En dat is onder andere die real-time sensor informatie in een dashboard. De informatieproducten die gaan over klimaatadaptatie. De bevindingen uit die natte voetenkaart. En alle relevante geo-informatie, de open data rond het klimaat, die wordt er gebundeld. Maar misschien nog wel het belangrijkste is dat zo'n project, zo'n opgave waar je aan werkt als stad, dat doe je uiteraard niet alleen. Dus onderaan op die hubsite ziet u ook met welke partners in de stad ze eigenlijk dat project doen. Nou, wat we aan het doen zijn als onderdeel van die samenwerking met Zwolle, is dat we het product ook weer verder uitbreiden. Op basis van de ervaringen van de Stadshagen initiatief template zijn we het product aan het uitbreiden. En het product komt met wat we noemen initiatief templates. En dat moet u zien als een soort starterskit om heel snel gericht een initiatief uit te kunnen rollen binnen het project waar u aan werkt. Het product komt met een aantal standaard templates en vanuit de samenwerking met Zwolle hebben we een nieuwe template toegevoegd en die gaat dus over wateroverlast. U ziet dat hierop staan. En daarin bundelen we eigenlijk zo'n natte voetenkaart als Zwolle heeft gemaakt als een soort startpunt die je als basis kunt nemen en verder kunt verfijnen als dat nodig is. Of u kunt direct die gebruiken of u kunt aanvullende dingen toevoegen. Nou, het leek ons goed om u mee te nemen in die configuratiemogelijkheden van ArcGIS Hub. Dus Iris, neem ons maar mee. Succes. En net zoals het Stadshagen-initiatief heb ik hier een voorbeeld van een initiatief om informatie en informatieproducten rondom wateroverlast te bundelen. Zo zien we hier wat inleidende tekst en een getal dat het aantal wateroverlastmeldingen representeert. Verder zijn er nog verschillende applicaties op deze site te vinden en die zijn gegroepeerd naar type applicatie. Zo zijn hier de applicaties om te informeren. En Joris noemde het vanmorgen al even de klimaateffectatlas. Dit zijn bijvoorbeeld hele mooie producten om hier te weergeven, omdat ze een duidelijk inzicht geven in deze problematiek. Als we verder naar beneden gaan, zien we ook nog applicaties om bij te dragen. En hier zit bijvoorbeeld de natte voetenmelding, die we ook net in het filmpje zagen. En met deze melding kunnen we dus direct wateroverlast melden. En het getal bovenaan de pagina zal dan updaten. En de locatie die meegezonden wordt, zal dan direct te zien zijn hier op de kaart bij de applicaties om toezicht te houden. Als we nog iets verder naar onder gaan, zien we het open data gedeelte. Hier wordt de open data aangeboden per categorie. En nog verder naar onder is het gedeelte om betrokkenheid te creëren. Dus zo is er de mogelijkheid om het initiatief te volgen. Of de mogelijkheid om informatie over evenementen te vinden. En zo zien we dus dat deze pagina heel toegespitst datakaarten en applicaties per initiatief weergeeft. En dat is
Een hele mooie bijkomstigheid van de ArcGIS Hub. Want naast dat je daarmee heel eenvoudig je community kan beheren, kan je nu ook heel eenvoudig initiatieven aanmaken en beheren. Hier zien we op dit moment het initiatief dat ik zojuist liet zien, het wateroverlastinitiatief. En vanuit hier kan ik die verder gaan aanpassen. Maar ik wil jullie graag laten zien hoe ik tot zo'n initiatief gekomen ben. En daarvoor ga ik naar de galerij. En hier zijn al die templates waar Joris het net over had, beschikbaar. Zo zien we een template voor een custom initiatief. Eentje voor het reduceren van de verkeersslachtoffers. Maar ook het initiatief voor wateroverlast op straat. Als ik deze open, dan zie ik alle bouwstenen die vooraf zijn ingesteld om dit initiatief te starten. En daarin zie ik ook weer die verschillende groepen terug die ik net in mijn voorbeeld liet zien. En al die bouwstenen kan ik nu één voor één gaan activeren. Maar daarvoor moet ik eerst het initiatief zelf activeren. Dat doe ik hier door een naam op te geven. En eigenlijk met één klik wordt op de achtergrond alles aangemaakt wat dit voor dit initiatief nodig is. Dus het wordt met de juiste groepen gedeeld en op de juiste locatie gezet. Zodra ik dat gedaan heb, kan ik hem gaan beheren. Ik kan bijvoorbeeld leden aan mijn team toevoegen, zodat we samen aan dit initiatief kunnen werken. En ik kan evenementen aanmaken. Ik zei al net dat je de verschillende bouwstenen kan activeren. Dat kan hier bij de editor. En een van die bouwstenen, misschien wel de belangrijkste, is de site configureren. Want daarmee kijk je naar het initiatief. Dus ik kan nu de site voor dit initiatief gaan configureren. En hiermee wordt er standaard een website neergezet met standaard elementen en placeholder teksten. En ook deze wordt weer helemaal achter de schermen met één klik aangemaakt. En op de juiste locatie gezet en gedeeld. En dit kan ik zo doen voor alle bouwstenen die hier klaarstaan. Dus hopelijk, ja, wat u nu ziet is wat wij doen met de ArcGIS Hub. Is voor u allerlei templates en bouwstenen klaarzetten. Zodat u heel snel aan de slag kan met een initiatief. En niet helemaal van scratch hoeft te beginnen of allemaal apps moet configureren. Dat kan natuurlijk wel als er een app ontbreekt. Dan is er nog de mogelijkheid om een bestaande toe te voegen vanuit ArcGIS Online. Of er eentje aan te maken vanuit een template. De site die ik zojuist klaar heb gezet, die heeft dus nog placeholders. Deze wil ik nu dan gaan aanpassen om te laten aansluiten bij mijn organisatie. En hiervoor opent hij in de site editor. Dus hier kan ik nu teksten gaan aanpassen naar wens. Of ik kan elementen verplaatsen. Of bijvoorbeeld kleurcodes aanpassen. Zodat hij goed aansluit bij mijn organisatie. En als we verder de pagina bekijken, dan zien we eigenlijk de elementen van mijn voorbeeld terugkomen. Doordat ik ook hier van de template gebruik heb gemaakt. Zo zien we de verschillende applicaties. Maar ook bijvoorbeeld het volgedeelte. En dan ga ik weer terug naar mijn voorbeeld. Want ook daarin zat dit volgedeelte. En een andere bijeenkomstigheid van de ArcGIS Hub is naast dat je dus heel eenvoudig je initiatieven kan beheren en configureren, er nu de mogelijkheid is om alle leden van je community te voorzien met ArcGIS Online inloggegevens. En die kunnen ze krijgen door hier op volg te klikken. En ze kunnen dan met hun social media account inloggen. Ik doe dat nu met Google. Ik ben nu ingelogd. Er is een ArcGIS Online account aangemaakt door mijn social media account. En nu, doordat ik ingelogd ben, heb ik meerdere mogelijkheden. Dus waar ik eerst alleen data kon verkennen en downloaden, kan ik het nu ook eventueel publiceren. Of mijn inzichten direct in een verhaal delen door hem hier in een story map te plaatsen. En hiermee kan ik dus als of ik nou een burger ben of een klant, heel eenvoudig mijn steentje bijdragen. En hiermee heeft u een overzicht van de mooie nieuwe mogelijkheden die de ArcGIS Hub mogelijk maakt. Dankjewel.
Dankjewel Iris. Hopelijk geeft het u nu een impressie van wat er kan met het product, de richting die we daarmee opgaan. En u ziet ook, u kunt dus dan bijvoorbeeld inwoners van een stad laten inloggen op die omgeving met social media accounts en laten bijdragen. Hiermee ronden we ook open data af. Dus we hebben twee onderwerpen nu gehad. We gaan nog twee onderwerpen behandelen vanuit de roadmap. En dat zijn ArcGIS Pro en de ArcGIS Apps. Ik wil u daarover meer informeren. Om te beginnen met ArcGIS Pro. We hebben in het ochtendprogramma u al veel laten zien van ArcGIS Pro. En Niels gaf onder andere een kleine preview van de 3D doorsnede mogelijkheid in de komende release van 2.2. Maar er zit nog veel meer aan te komen. Ik zal er een paar dingen uitlichten. Een van de zaken waar we bijvoorbeeld aan werken is de native ondersteuning van Revit-bestanden. En dit is het resultaat van een intensievere samenwerking die Esri en Autodesk zijn aangegaan met elkaar. Om de werelden dus van BIM en GIS met elkaar te gaan meer versmelten. Dit houdt in, concreet, dat er in de Autodesk-omgeving bijvoorbeeld meer integratie en ondersteuningmogelijkheden voor de output vanuit ArcGIS bewerkstelligd wordt. En andersom, dat u binnen de Esri-omgeving meer output vanuit de Autodesk-omgeving kunt gaan gebruiken. Waarbij de native ondersteuning van Revit daar de eerste van is. Nou, verder werken we bijvoorbeeld aan spanning control voor de layout view. Maar ook scene layers om die te kunnen editen. Scene layers, dat zijn die 3D surfaces die we hebben laten zien. Met onder andere de puntenwolk, die Jeske op de iPad liet zien. En wat we aan het doen zijn is, u kunt die nu al maken, die 3D surfaces. Maar wat we aan het doen zijn is ArcGIS Pro uitbreiden, zodat u die surfaces direct kunt gaan editen. Zodat u in 3D direct wijzigingen in zo'n websurface kunt doorvoeren. Nou, er zit nog veel meer aan te komen. Gaan we niet in detail op in. Want waar ik u namelijk over wil informeren, gaat meer over de migratie naar ArcGIS Pro. Ik zie dat toenemend aantal van u inmiddels aan de slag is gegaan met ArcGIS Pro ten opzichte van vorig jaar. En gelukkig is het voor de meeste van u een relatief eenvoudige stap. Het is een kwestie van installeren en gaan. Voor een aantal van u is dat ook beslist niet zo. Want het werken met ArcGIS Pro is bijvoorbeeld anders dan met ArcMap. En dat vergt wat qua bijvoorbeeld kennis. Het vergt ook wat qua workflows die omgezet moeten worden. Toch zou ik u wel willen meegeven dat hoe langer u wacht met migreren, hoe groter de overstap uiteindelijk alleen maar zal worden. Nu kunnen we gelukkig ook veel van elkaar leren als het gaat om migratiestrategieën. En daarom wil ik u meenemen in het volgende verhaal dat ik heb mogen aanhoren in mijn reis door Nederland. En dat verhaal is van het kadaster. Ik ben afgereisd naar Apeldoorn, langs bij IT, om meer te horen over wat zij doen. Wat het kadaster doet. Het kadaster maakt onder andere de BRT, de basisregistratie topografie. En voor dat productieproces maakt het kadaster gebruik van ArcGIS. En ze zitten nu volop in de migratie van ArcMap naar ArcGIS Pro voor die migratie. Nou, ik heb daar een gesprek gehad met Taco Braber. Taco is IT-manager. En hij heeft me uitleg gegeven over de drijfveren van het kadaster voor die migratie. En waar ze nu staan en ook hoe ze het aanpakken. En ik zou u een fragment willen laten zien uit dat gesprek. Het was een gesprek van een uur. We weten dat terug te compileren tot een film van een half uur. Dus daar gaan we nu naar kijken. Kort fragmentje. Even u wakker uit te houden. Wat is de aanleiding voor jullie om naar ArcGIS Pro te kijken? De aanleiding voor ons is dat we geo-informatie op een toegankelijke manier beschikbaar willen stellen aan Nederland. En daarvoor wil je de beste materialen, beste methoden, beste software gaan gebruiken. En wat betekent dat voor jou als IT-manager? IT is veranderd. Dat betekent gewoon dat je als IT-manager tegenwoordig kijkt wat is nu beschikbaar in de markt. Wat kan je aanbieden aan je gebruiker en aan je eindklant. Omdat je zoveel mogelijk zaken wil aanbieden gebaseerd op standaard producten. Zodat je een systeem hebt wat beheerbaar is en beheersbaar is. En als je dan kijkt naar het productieproces voor de BRT, wat houdt dat dan in? De BRT, zoals we die nu kennen, die bestaat al heel lang. Dat betekent ook dat we al 15 jaar maatwerk met ons meenemen. Eigenlijk een soort sleepnet met maatwerk achter ons aan. En daar wil je eigenlijk vanaf. Je wil een systeem hebben gebaseerd op die standaard componenten, zodat je ook een flexibele applicatie hebt die je snel kan aanpassen. En daarnaast met gebaseerd op die standaard componenten die ook toekomstbestendig is, beschikbaar in de cloud is en waarmee je ook alle moderne dingen kan doen die je ook als gebruiker eigenlijk verwacht en dus ook geschikt is om 3D in te werken. Ja, wat u Taco in de video hoort zeggen is dat ze als het ware een sleepnet van maatwerk achter zich aantrekken
En u moet beseffen, Taco legde mij dat uit in het gesprek, dat het kadaster die topografische kaart maakt met een ontzettend geoptimaliseerd productieproces. Ze doen het zo efficiënt en effectief mogelijk. En om dat mogelijk te maken, hebben ze heel veel maatwerk bijgebouwd in de afgelopen 15 jaar. Nou, je kunt zich ongetwijfeld voorstellen dat een migratie in zo'n situatie niet van de een op de andere dag gerealiseerd is. Dus om die migratie vorm te geven, hebben ze een projectleider aangesteld. En ik ben naar Zwolle afgereisd, waar ik een gesprek had met de projectleider. Het BRT-productieteam zit daar in Zwolle. En dit is Bert Scholten, Bert is de projectleider. En hij vertelde me over hoe ze de migratie aanpakken. We beginnen de uitrol van ArcGIS Pro met een impactanalyse. We kijken eigenlijk naar wat kan er nu en wat moet er straks kunnen, om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het platform en het productieproces echt te gaan versnellen. Het tweede, hoe we het aanpakken, is we doen dit samen met SD. Dus we hebben een tweewekelijkse call waarin we kijken naar wat kan er nu, wat zit er aan de ontwikkeling aan het platform aan te komen en hoe kunnen wij daar optimaal gebruik van maken, zodat we niet onnodig maatwerk ontwikkelen. Het derde wat we proberen te doen is dit zoveel mogelijk met de gebruiker samen. Dit is niet een technische migratie, we kijken niet alleen maar naar functionaliteit, we kijken heel erg naar wat heeft de gebruiker nodig om het productieproces zo optimaal mogelijk te doen, maar ook eigenlijk waar mogelijk te versnellen. Dat betekent dat we de gebruiker enerzijds heel veel kennis geven, opleiding, maar anderzijds ook proberen zoveel mogelijk de gebruiker in controle te laten zijn over de configuraties, over hoe gaat het er straks uitzien, wat heb je nodig, zodat hij het gevoel heeft van deze migratie word ik blij en dit gaat het productieproces helpen. Ja, Bert die legde daar van alles over uit en ik hoorde het heel stilletjes, maar ik hoorde een aantal van u een beetje lachen net in de video, toen een aantal van u volgens mij iemand zag met een dubbele bril op. Toch? Ja, een aantal van u zag dat volgens mij. Dit was het fragment. Wat u moet realiseren is, ze gebruiken onder andere stereokartering voor het maken van die topografische kaart. En om u een beetje een beeld te geven, dit is Elisa op de foto en die heeft hier een extra bril op voor die stereokartering. Maar u zag er vanmorgen zo uit vanaf het podium. Het was imposant. Bert die legde mij in dat gesprek uit hoe ze de gebruiker een hele prominente plek geven in die migratie. En wat ze, ik zie dat mensen zichzelf herkenden net in de bril, even op de foto. Hij legde me uit dat de gebruiker centraal staat in die migratie. En hij zei dat te midden in de ruimte waar ook de topografen werken. Dus ik zag dat als uitgelegen lezen kans om ook daadwerkelijk met de gebruikers even in gesprek te gaan. En dan te vragen hoe ze die migratie dan ervaren. En dat was ontzettend leuk en leerzaam. Ik had een gesprek met Elisa Reinders. Die zit u hier op de foto. En Elisa die vertelde mij over de rol die hij heeft in deze migratie. Zo vertelde hij mij onder andere over dat hij onderzoekt de stappen die ze nu doorlopen in ArcMap, hoe ze die kunnen doorlopen in ArcGIS Pro. Om daarmee vast te stellen op welke gebieden maatwerk niet langer nodig is en op welke gebieden dat misschien nog wel nodig is. Ook kijkt hij heel kritisch naar het aantal handelingen dat verricht moeten worden. Want het kan natuurlijk niet zijn dat na een migratie je ineens van 5 handelingen naar 10 handelingen zou moeten gaan. Nou, wat Elisa met mij deelde was een lijst met bevindingen waarin hij aangaf ook hoe hij denkt dat de usability, de workflows nog verder geoptimaliseerd kunnen worden. En ik vind het ontzettend waardevol, want de moeite, de energie die het kadaster stopt in deze migratie, dat is uiteindelijk iets waar we allemaal baat bij hebben, omdat dat ook weer een plek krijgt in de technologie. Nu had ik het geluk dat Elisa niet alleen heel veel weet over het bestaande productieproces, maar ook heel veel van hoe het er in het verleden aan toe ging. Elisa draait er ontzettend lang mee bij het kadaster, is senior topograaf daar. En u ziet hier op de foto wat impressies van Elisa die mij dingen uitlegde over hoe het er vroeger aan toe ging. En dat zette voor mij de migratie ook wel in een mooi perspectief. Want het kadaster is eigenlijk in al die jaren continu bezig geweest met veranderen. Elisa vertelde mij een aantal dingen. Hij vertelde mij bijvoorbeeld dat ze, nog niet eens zo heel lang geleden, met de fiets naar buiten gingen voor verkenningen. Dat deden ze dan met een serie aan luchtfoto's. En dat is dan een aantal luchtfoto's, wat we tegenwoordig dan zouden noemen een top 10NL kaartblad. Maar dan zo'n gebied namen ze mee en voor een periode van ongeveer 6 weken gingen ze dan ter plaatse, buiten in het veld, ontdekken wat daar gewijzigd was. Dus ze maakten daarvoor aantekeningen, u ziet dat hier ook. Ze gaven aan wat voor kenmerken er waren, wat voor objecten. En wat hij me ook vertelde is dat ze een stalen naald mee hadden, ook in het veld. En daarmee groeven maakten op de luchtfoto. En daar schoenpoets in smeerden. Om dat vervolgens uit te vegen. En daarmee konden ze tekenwerk zichtbaar maken. Nou, ik vond het leuk en leerzaam om dat van Elisa allemaal te horen. En nogmaals, dat zette de migratie ook wel in perspectief. Want het kadaster is continu aan het veranderen en aan het optimaliseren van dit productieproces.
wat ze aan het doen zijn, ze hebben heel veel meegemaakt. Ze zijn van een analoge inwinning naar een digitale inwinning gegaan met dat, voor die BRT. Ze zijn van een microstation-omgeving naar een ArcGIS-omgeving gemigreerd. Ze zijn van een lijngericht bestand naar een objectgericht bestand gegaan. En nu zitten ze in de fase van ArcMap naar ArcGIS Pro. Kortom, continue verandering. Wat in ieder geval zowel Elisa als Bert als Taco met mij deelden, is dat dit zeker geen eenvoudige migratie is. Het is niet van een op andere dag gedaan. Maar ze kijken wel met z'n allen met vertrouwen naar tegemoet. En ze beseffen ook dat het een uiteindelijk noodzakelijke stap is om de nieuwe technologie te kunnen blijven omarmen. En met name het productieproces dus te blijven versnellen en te optimaliseren. Zodat we allemaal kunnen genieten van een zo mooi mogelijke en actueel mogelijke BRT. Nou, dit brengt me dan even bij een ander onderwerp waar ik u in wil meenemen. En dat gaat over kennis. Want Bert, als projectleider, gaf in de video ook aan dat ze de medewerkers, de gebruikers, veel kennis geven door trainingen aan te bieden. En ik denk dat dat ook wel, we leven met z'n allen in een fase waarin dat het nodig is om continu te blijven leren. Ik denk dat dat niet inherent is aan ons vakgebied. Dat gebeurt overal om ons heen. Maar gelukkig zijn er ook heel veel nieuwe manieren bijgekomen om kennis op te kunnen blijven doen. En er zijn er een aantal waar ik u op zou willen wijzen. Als u meer diepgaande kennis wilt opdoen, zijn er trainingen beschikbaar. Voor diegenen van u die al de laatste paar jaren trainingen bij ons hebben gevolgd, die kennen hopelijk mijnopleiding.esri.nl, de online leeromgeving waarin we trainingen aanbieden. En we zien hier ook al een verschuiving. We zien hier dat een toenemend aantal van u niet langer kiest voor één specifieke training om te volgen, maar meer kiest voor een abonnementstructuur waarbij u ongelimiteerd alle trainingen kunt gaan volgen op het moment dat het u uitkomt, waar en wanneer. Dat is een andere manier van leren. Als u, er zijn daarnaast ook andere manieren om te leren. Bijvoorbeeld MOOCs. En een MOOC staat voor een Massive Open Online Course. En het komt in essentie neer op een online training voor een ongelimiteerd aantal deelnemers, aangeboden via het open web. En vanuit ESRI investeren we hier significant in. We hebben al meerdere MOOCs georganiseerd en we doen die gedurende het jaar vaak ook herhalen. En er staat een nieuwe op de planning, u ziet dat hier ook op de slide, over cartografie. Nou ja, vanochtend hebben we volgens mij al wel duidelijk gemaakt dat wij nogal gepassioneerd zijn over cartografie en kaarten. Ik heb me dan ook zeker opgegeven voor deze MOOC. Hij start volgende week en iedereen kan zich ervoor aanmelden. Het is kosteloos, iedereen kan zich ervoor aanmelden en het volgen. Als u dan gedurende zo'n periode van een MOOC, en dat duurt ongeveer een periode van 6 weken, die wil volgen, er zitten ook oefeningen bij. Daar is technologie voor nodig. Gedurende de duur van zo'n MOOC leveren we de technologie mee. Dus als u zich aanmeldt, en er zitten bijvoorbeeld oefeningen in met ArcGIS Pro, dan krijgt u de benodigde licenties en software daarvoor tot uw beschikking. Als u daarnaast, na zo'n periode van een MOOC, ook nog verder aan de slag wilt gaan met de technologie, dan zou ik u willen wijzen op het bestaan van ArcGIS for Personal Use. Dit is een licentie die we in het leven hebben geroepen om u tegen alleen administratiekosten toegang te geven tot het hele ArcGIS-platform, zodat u ook in uw eigen tijd uzelf kunt blijven ontwikkelen en kennis kunt opdoen van de technologie. Wat u hiermee krijgt is echt het volledige platform. Dat betekent de meest uitgebreide desktop-licentievorm met alle extensies, een ArcGIS Online-account en daarmee kunt u ook alle ArcGIS-apps gaan gebruiken en op die manier verkennen. Dus wellicht iets om te verkennen. Nou, en als u dan ook nog interessante opdrachten zoekt of oefenmateriaal, dan zou u eens kunnen kijken naar de website learn.argis.com. Dit is een website waar we eigenlijk allerlei oefeningen over alle componenten van het platform bundelen. En die open beschikbaar stellen, zodat u ze allemaal kunt downloaden. En daar vindt u oefeningen over bijvoorbeeld ruimtelijke analyses met ArcGIS Pro, of het beheer van een portaal, of instructie voor collecten voor ArcGIS, voor veldwerk. Allerlei oefeningen om te gebruiken. Nu zijn dit allerlei hulpmiddelen om kennis op te doen voor de GIS-professionals hier in de zaal. Maar er zitten hier ook een aantal mensen in de rol van architect of beheerder. En ook dan zijn er aanvullende bronnen. We stoppen veel energie in het vastleggen van ervaringen. Dat doen we in whitepapers. Die gaan over bijvoorbeeld architectuur of best practices of migratiestrategieën. Nou, Jeroen had het in de opening, in zijn visieverhaal over die constante verandering waarin zitten. En hij noemde onder andere de WebGIS-transitie. Nou, als u daar meer van wilt weten wat dat bijvoorbeeld voor de technische implicaties betekent, dan kan ik u aanraden om de middelste whitepaper te lezen over het migreren van een standalone ArcGIS server naar een ArcGIS Enterprise omgeving. Nou goed, samenvattend, rond kennis, er zijn een hoop manieren beschikbaar om kennis op te doen. En er zijn ook heel veel leervormen dus beschikbaar, afhankelijk van wat het prettigst voor u werkt, hoe u kennis op wilt doen. Dat brengt me bij het laatste onderwerp wat we in dit uur weer gaan behandelen. En dat is u bijpraten over de doorontwikkelingen rond de apps. De ArcGIS apps.
die maken we met dus, ja, ik zei dat vanochtend al, met een specifiek doel in gedachten. En er zijn er heel veel wat we gaan doen. Dus we gaan nog een keer 2 apps vandaag aan u laten zien. En ik zal de roadmap met u delen. Maar voordat ik dat doe, ga ik u nog 1 keer voor de laatste keer meenemen in die reis die ik heb gemaakt door Nederland. En in dit geval is dat de reis die me bracht bij Wageningen, bij de gemeente Wageningen. Wageningen heeft een hele interessante casus waarvoor zij een combinatie van apps hebben ingezet om een proces te ondersteunen. En dat proces, dat noemen ze signaalafhandeling. En ja, wat is signaalafhandeling? Ik zal het u laten zien. Signaalafhandeling komt neer op dat een inwoner van de stad een melding kan doen via een formulier. Dat kan een melding zijn over de openbare ruimte, zoals een kapot verkeersbord of straatvuil. En die melding die komt vervolgens binnen bij de gemeente. En de gemeente zet dat uit, het werk, bij de service teams. En die gaan ermee aan de slag. Die lossen die problemen op. En vervolgens melden ze ook wanneer het is opgelost. Zodat de inwoner een notificatie erover krijgt. En precies weet wat de status is van de melding. Nou, sinds de lancering van deze manier van werken is het een groot succes bij Wageningen. Ze hebben in een paar maanden tijd al meer meldingen dan voorheen in een jaar. En dat komt echt omdat het proces eenvoudiger is geworden en meer transparant. Nou, ik wou van alles over die oplossing weten. Dus ik ben onderweg gegaan naar Wageningen. U ziet me hier lopen. Het was die dag ook markt voor het stadhuis. Ik loop hier het stadhuis in en ik wou weten over welke technische componenten hebben ze gebruikt. En daarvoor had ik een afspraak met het voltallige team geoinformatie. Goedemorgen. We maken gebruik van een tweetal servers. Ja, het voltallige team geoinformatie. Martijn zit hier ook voor. Martijn Pellegrom is daar de enige gisser in de organisatie. En heeft een belangrijke rol gespeeld in het realiseren van dit proces. Dat heeft hij overigens niet alleen gedaan hoor. Hij heeft daarin samengewerkt met andere afdelingen en met collega's die ja, echt verantwoordelijk zijn voor dat proces. Maar Martijn en ik hebben een gesprek met elkaar gehad over ja, welke apps vanuit het ArcGIS-platform die nou heeft ingezet om dit proces te faciliteren. En daar hebben we een fragment van en die zou ik u graag willen laten zien. We maken gebruik van een tweetal services. Die hebben we gebaseerd op een puntenvisie-dataset. Die services die zijn een beetje toegespitst op de verschillende fases van het proces. Je moet je voorstellen dat inwoners een melding doen, die hebben andere rechten dan behandelaars hier intern. Die services die worden opgenomen in 4 verschillende webapps die we hebben geconfigureerd. Met het ArcGIS Online platform. Ja, de melder die komt binnen met een overzichtskaart waar je eigenlijk alle actuele meldingen van dat moment op terug kunt vinden. Iemand kijkt in de omgeving waar hij de melding wil doen of hij al iets dergelijks ziet. Is dat niet het geval, dan kun je via die overzichtskaart kun je doorlinken naar het geoformulier. En die is de vorm om je informatie op te voeren. Dat hebben we zoveel mogelijk vereenvoudigd door gebruik te maken van drop-down menu's. Dus het is gestandaardiseerd. En daarnaast zijn er ook related tables aangemaakt die ervoor zorgen dat je tijdens het melden een bijlage kan bijvoegen. En op die manier komt die melding bij ons binnen in de crowdsource manager. Die de behandelaars hier gebruiken en die werken eigenlijk gewoon hun werkvoorraad in een lijstje af. En dan hebben we nog het operations dashboard. Die wordt gebruikt om te kijken hoe met de status van de meldingen is, hoe de voortgang is en wat de kwaliteit van het afhandelen eigenlijk is. Wat ik heb gedaan, u ziet hier op de slide de diverse apps die u in de film zag. Wat Wageningen doet, ze zetten voor dit proces een combinatie van apps in. Voor die overzichtskaart is dat de webapp builder voor ArcGIS. Ze gebruiken het geoformulier voor dat meldingenformulier. De crowdsource manager voor het afhandelen en het dashboard voor de sturing en het overzicht bewaken. Wat ik denk de les die we hieruit kunnen trekken is dat 1 app, ja, al die apps zijn toegespitst. Hè, dus 1 app faciliteert wat dat betreft niet dit proces. Maar combineer je die apps met elkaar, dan ontstaat eigenlijk de echte kracht. En in het voorbeeld van Wageningen zijn het deze apps die ze hebben gekozen. Het zou zomaar kunnen dat als u een vergelijkbaar proces heeft, dat het vergelijkbare apps zijn of dat u wellicht een van de andere apps vervangt door iets anders. Misschien een geoform door een survey 123 of misschien de crowdsource manager door een collector, verzin het maar. Nou, al deze apps die ontwikkelen we ook door. En ik zou u kort willen informeren over de roadmap van deze apps. U ziet hier een hoop op deze slide staan. Ik zal een paar dingen toelichten. Om te beginnen zijn er een aantal apps die we elk kwartaal voorzien van nieuwe mogelijkheden. Dan heb ik het bijvoorbeeld over Survey 123, maar ook alle apps die we aanbieden als onderdeel van ArcGIS Online. En we zeiden al vanochtend dat dus die volgende update die staat over, niet vanavond, morgenavond te wachten. En daarin updaten we bijvoorbeeld Story Maps, de Web App Builder voor ArcGIS en ook het Operations Dashboard. Nou, deze laatste die hebben we begin van het jaar compleet vernieuwd. Dat is nu een volledige web app geworden, het Operations Dashboard. En daar gaan we u zo ook meer van laten zien. Er is ook een andere app waar ik u over wil informeren en dat is Collector voor ArcGIS. We werken op dit moment aan de volledige volgende generatie van Collector.
Dat is een app voor het uitvoeren van veldwerkzaamheden. En dat is een app waarin we invulling geven aan een aantal van de zaken waar u om heeft gevraagd ten opzichte van de huidige collector. Zoals ondersteuning voor labeling, meer offline support. Er zit veel meer aan te komen. Dat gaan we zo meteen ook laten zien. Belangrijk voor u om te realiseren is dat wat we doen met die nieuwe collector is, we gaan die niet de bestaande updaten, maar we zetten die nieuwe naast de bestaande. Zodat u zelf weer het tempo, transitietempo kunt bepalen van wanneer u met de nieuwste mogelijkheden aan de slag wilt gaan. Dan is er nog een app waar ik u over wil informeren. Dat is Maps for Power BI. Power BI is een product van Microsoft waar de nodige business intelligence afdelingen mee werken. Die BI-afdelingen. Met de update die we binnen nu in een paar weken gaan uitrollen voor Power BI, als onderdeel van Microsoft's Power BI, wordt het mogelijk om vanuit die omgeving in te loggen met een ArcGIS-account en toegang te krijgen tot uw portaal. En daarmee toegang te krijgen tot uw geo-informatie. Dus heeft u een afdeling BI die gebruik maakt van Power BI, is het wellicht de moeite waard om daar eens mee in gesprek te gaan, zodat ook die afdelingen uw geo-informatie in de omgeving kunnen gebruiken waar zij gewend mee zijn te werken. Wat we gaan doen, we gaan nog twee apps laten zien. En ik wil Lindsay en Ruben vragen om op podium klaar te gaan staan. We gaan twee dingen laten zien. Lindsay gaat u meenemen in de nieuwste mogelijkheden van het Operations Dashboard. Zoals u die zag in de video van Wageningen. En Ruben zal u tenslotte ook een impressie geven van die nieuwste versie van Collector waar we aan werken. Lindsay, we gaan eerst naar jou. Dankjewel Joris. Ik ga jullie inderdaad het nieuwe Operations Dashboard laten zien. En ik ga dat doen aan de hand van dit meldingen dashboard. Het is een kopie van het dashboard van de gemeente Wageningen, waarin wij de persoonsgegevens hebben geanonimiseerd. Nou, wat ziet u nu op dit dashboard? Linksbovenin ziet u hoeveel meldingen er op dit moment nog openstaan en hoeveel meldingen er al zijn afgehandeld. Daarnaast ziet u op de kaart waar deze meldingen zijn gedaan. En aan de kleur van de punten kunt u zien wat de status van de melding is. Zo kunt u zien of de ingezonden melding al in behandeling of in voorbereiding is, of dat deze al is afgehandeld. Nou, kijken we dan verder, dan zien we ook een grafiek op het dashboard. En hierin wordt getoond hoeveel meldingen elke behandelaar per maand heeft afgehandeld. Deze grafiek is weer gekoppeld aan de kaart. En dat betekent dat wanneer we een selectie maken in de grafiek, dat de kaart zich automatisch aanpast. Zo kunt u bekijken welke meldingen er zijn afgehandeld door de geselecteerde behandelaars in een specifieke tijdsperiode. En deze interactie tussen de verschillende widgets maakt het dashboard juist zo krachtig. Nou, u kijkt hier nu naar een reeds geconfigureerd dashboard. Maar hoe komt zo'n dashboard nu tot stand? Ik ga het u laten zien door een extra widget toe te voegen. En hiervoor schakel ik eerst over naar de edit-modus. Zoals u ziet bevind ik me nog steeds in de browser. Want zoals Joris net al zei, Operations Dashboard is een volledige webbrowser gebaseerde applicatie. Nou goed, in dit geval ben ik gevraagd om een widget toe te voegen waarin we kunnen bijhouden of de gemiddelde afhandelingstijd wel binnen de norm van 14 dagen blijft. En als we dan een widget gaan toevoegen, dan ziet u wel dat er verschillende widgets zijn waar we uit kunnen kiezen. In dit geval kies ik voor de meter widget. Ik selecteer de meldingenlaag en vervolgens opent er een scherm met talken van configuratiemogelijkheden. Nou, wat we willen zien is de gemiddelde afhandelingstijd in het aantal dagen. We kunnen zelf een minimum en maximum waarde instellen. De norm ligt op 14 dagen en deze waarde wil ik graag in het midden van de meter uit laten komen. Ik kies daarom een maximum waarde van 28 dagen. Vervolgens zijn er verschillende opties om de meter nog op te maken. Zo kunt u de stijl en de vorm veranderen. Zoals u nu ziet, wordt het aantal dagen nu weergegeven met 1 decimaal. Maar om de meter zo overzichtelijk mogelijk weer te geven, heb ik ervoor gekozen om dit af te ronden op hele dagen. Nou, er zijn nog verschillende andere instellingen die u kunt wijzigen, maar ik wil er nog één laten zien. Wat we namelijk willen, is dat we in één oogopslag kunnen zien of de gemiddelde afhandelingstijd wel binnen de norm van 14 dagen valt, of dat deze norm wordt overschreden. Daarom heb ik de widget nu zo geconfigureerd dat het door de kleuren meteen duidelijk is of er aan de norm van 14 dagen wordt voldaan. Ten slotte voeg ik een titel toe aan de widget. En ook deze is weer op te maken. Ik kies in dit geval voor dezelfde opmaak als de overige widgets in het dashboard. De widget wordt vervolgens geladen
En het enige dat we nu nog hoeven te doen is de widget een plek geven. Zoals u ziet kunt u de widget plaatsen waar u wilt. Maar ik kies er in dit geval voor om hem in een tabblad achter de grafiek te plaatsen. Zo blijft het dashboard overzichtelijk en kunt u zelf bepalen welk van de twee widgets u wilt tonen. Nou, u heeft nu gezien hoe we zo'n widget configureren. Ik sla het dashboard op. En ik ga weer naar de weergavemodus. Want zoals u net al zag, zijn er nog veel meer type widgets die we kunnen toevoegen. Om u hier een impressie van te geven, heb ik er alvast een aantal geconfigureerd. Zo ziet u hier een lijst met de meest recent binnengekomen meldingen. En zoals u ziet zijn er ook vandaag weer twee nieuwe meldingen binnengekomen. Daaronder ziet u een staafdiagram, waarin het aantal nieuwe meldingen per maand wordt weergegeven. En tot slot hebben we een cirkeldiagram geconfigureerd, waarin de verdeling van de meldingen over de verschillende categorieën wordt weergegeven. Nou, stel nu dat u alleen informatie over een bepaalde categorie in uw dashboard wilt tonen, dan is het ook mogelijk om een selectie te maken binnen dit cirkeldiagram. En zoals u ziet, passen de overige widgets zich direct aan. Nou, juist die interactie tussen de verschillende widgets op het dashboard zorgt ervoor dat u op een eenvoudige manier die informatie op uw dashboard kunt tonen waar u op dat moment naar op zoek bent. Ik heb u nu enkele mogelijkheden laten zien van het nieuwe Operations Dashboard. Ik wil u nu vooral uitdagen om zelf eens met deze applicatie aan de slag te gaan. En dan ben ik erg benieuwd naar de dashboards die u gaat maken. Dank u wel. Goedemiddag. Tot slot ga ik u laten zien wat de nieuwe collector app, waar Joris het juist even over had, tot toe in staat is. En om te beginnen wil ik u inderdaad graag attenderen op dat ik rechts in het midden, sorry, onder in het midden, de collector heb staan, de huidige, maar de nieuwe, de Better Collector, als aparte app op mijn homescreen. Als ik deze open, kan ik zoals ik gewend ben een kaart openen. En in dit geval ga ik u meenemen aan de hand van een voorbeeld over een boominspectie. Een boominspectie. Het eerste wat u ziet is een vectortaal basemap. Dit is een basemap die niet uit plaatjes is opgebouwd, maar echt uit vectoren. En als ik dus inzoom, dan blijft het altijd scherp. Ik kan de kaart ook roteren, iets wat erg graag mensen wilden. En als ik de bomenlaag eens even aanzet, dan zult u zien dat een andere functie die iedereen graag wil, namelijk het labelen van bomen, nu ook mogelijk is. En als u goed kijkt, ziet u dat het niet alleen een label is, maar dat de plantfamilie, de boomfamilie en de boomsoort op aparte regels staan. Dit heb ik gedaan door Arcade te gebruiken in mijn label. Ik kan informatie opvragen over de boom uiteraard. En in het pop-up menu zie ik gelijk een heleboel acties die ik kan doen. Zoals het editen van de boom, een kopiëren, het wissen. Ook een nieuw object op dezelfde plek. En nog wat andere zaken waar ik zo op terugkom. Ook geredateerde records zijn zeer eenvoudig te gebruiken. Zo kan ik van deze boom nieuwe schade opvoeren bij een inspectie. En ik zie ook dat er een andere bestaande schade is, namelijk een scheefstand, en dat die in behandeling is. Ik zei al, ik kan direct editen, kopiëren of wissen. En binnen de edit-functionaliteit zijn er ook weer nieuwe mogelijkheden. U ziet linksbovenaan dat ik een foto kan toevoegen. Dit zal geen verrassing voor u zijn. Maar ik kan ook directer een bestand toevoegen. En ik kan zelfs een audiofragment toevoegen. Meesturen. Tot slot is het zeer eenvoudig om te navigeren met de nieuwe Collector app. Als ik nou eens een boom pak die hier wat verder vandaan is. Nou, ik vind dit een mooie. En ik wil weten hoe ik daar moet komen. Dan heb ik daar twee mogelijkheden voor. De eerste is een hele logische. Ik kan een navigatie-app, zoals Navigator for ArcGIS, Google Maps of Waze, kan ik gebruiken. En met één simpele tik op de knop krijg ik gelijk een route van mijn huidige locatie naar de gewone plataan. Een
andere methode is, die wat meer gericht is op als ik ergens in de buurt ben, maar ik moet het specifieke object vinden, is het kompas. En wat het kompas doet, toont mij eigenlijk mijn looplijn. En als ik de iPad een beetje draai, ziet u dat deze een beetje meedraait, waardoor ik in een rechte lijn op mijn object kan aflopen. De nieuwe Collector app is in beta. En via het Early Adopters programma, wat er eerder genoemd is vandaag, kunt u ook al vandaag nog aan de slag met de nieuwe Collector app. Ik wil u ook van harte uitnodigen om dit te doen, om te kijken wat het voor u persoonlijk, maar vooral ook voor uw organisatie, wat deze nieuwe Collector app ervoor kan betekenen. Dank u wel. Dank jullie wel, beiden, voor wat jullie hebben laten zien. Hiermee naderen we langzaam het einde van deze plenaire sessie. Hebben we u veel laten zien, maar we hebben u ook verhalen van een aantal van u gedeeld. En al die hoofdrolspelers die zijn er vandaag ook. Dus ik zou Bert, Elisa en Taco, Martijn, Marcel en ook Bart willen vragen om even op te staan. Dat hebben we niet afgestemd. Sorry, jullie gaan je ongemakkelijk voelen. Maar u kunt nu even om zich heen kijken. U ziet nu de personen die de hoofdrol vervulden in de video's. U weet dan ook bij wie u kunt zijn om meer informatie op te halen. En laten we met elkaar eens inderdaad een groot applaus geven voor de verhalen die ze willen delen. APPLAUS.